Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Gierige Gasten. Gaan we weer inbreken bij het Dolfinarium. Jongen! Je leest het goed. Ja, absoluut. Laatst waren we natuurlijk bij dat Micriatuurpark, hoe noem je dat? Micriatuurpark, ja. Inderdaad, Madurodam. Madurodam, zo heette dat inderdaad. De rollen zijn echt omgedraaid, ja. Denk ik. Hè? Ja. Ik begin en jij bespreek je. Ja. Zullen we het opnieuw doen? Nee. Ze hadden daar van die shirtjes aan. Kijk, daar zijn bewakers. Die hebben ze wel in beeld. En toen kwamen we in één keer op het ontzettend goede idee. Laten we dit gaan proberen bij het Dolfinarium met roze shirtjes. Ja, dus die hebben we laten namaken. Ja. Bram, dit is Bram die weer... Oh jongens, dit duurt ook weer lang ook, hè. Nou, hier zijn de shirtjes. Ja, hij is oprecht, dit heeft hij weer mooi gedaan. Ja. Welke maat heb jij? Medium. Ja, ik ben een beetje afgevallen, man. Ja, dat snap ik. Maar volgens mij ben jij alleen maar dikker geworden. Ik ben alleen maar dikker geworden, ja. Wil je wisselen, toch? Bram zegt dat we moeten wisselen. Hè? Jeetje, wat een jurk dit, joh. Ja. Niet normaal, dit is echt een jurk. Deze zit zelfs ruim bij mij. Ja. Wow. Ja, dat had ik ook. Bram, wat is je plan? Hoe had jij het in gedachten? Kom eens even bij, we zijn jouw pionnetjes. Nou, er zijn dus twee dingen die jullie kunnen doen. Ja. Je kan of naar de ingang. Helemaal links, daar zijn geen poortjes, dus dan kan je in één keer doorlopen. Er staan wel mensen. Bij de ingang? Gewoon, ja. Hey, ik wil letterlijk de tekst hebben, ik word aangesproken. Ja. Meneer, wat komt u doen? Als ze vragen, wat komen jullie doen, dan zeg je gewoon werken. Meer niet. Meer niet. Als wat? Werken. Ja, achter de balie, werken. Ik ga echt dat zeggen. Meneer. We gaan kijken hoe het loopt. Meneer, hoe heet u? Hoe heet u? Werken! We gaan het Dolfinarium proberen binnen te komen. We hebben één handicap. Je mag alleen maar werken, zeg. Ja, aldus Bram. Maar ik denk heel erg gezegd dat Bram niet eens zo'n heel gek idee had. Gewoon zo min mogelijk zeggen. Want we komen hier niet aan werken. Kom hier al weken. Die tandvrouw die dat steeds aan me vraagt. We laten wel weten hoe goed of kut jouw plan was. Ja? Ja. Oké. Okay. Succes, jongen. Cool. Dankjewel. Ja, ik zou vooral zo binnenkomen, met je zendertje lekker aan de buitenkant. Moeten we niet even bij de ingang even een rondje draaien, zodat we in ieder geval het logo even goed te zien hebben? Ja. Dat is wel een goeie, ja. Geen bespreking maken, dit. Nee. Dat zou je maar gebeuren. Je bespreekt met werken. Wat kom je doen? Slapen. Oh, kut! Hoi. Hoi. Collega's. Yes. Hallo. Ik wil hier. Hey, ik wil iets zeggen, hè? Bijzonder. Je zou denken na al die jaren dat de beveiliging overal in Nederland wel een beetje is aangescherpt, maar jullie kunnen het zien. Het is echt een koud kuntje, nog steeds. We doen dit met twee vingers en de neus. Martijn, dit is... Oh mijn god. Hier, dit zijn wij, gat. Dit zijn wij. De dolfijnentrainers. Wij zijn dolfijnentrainers. We hebben wel echt een goede gimbaan. We hebben ook zo strak voor. Dit is wel leuker dan een Madurodam, hoor. Dat ben ik heel eerlijk. Maar ook wel zieliger. Het is niet zielig. We zijn zo lang niet in zo'n soort... Nee, passant geweest. Nee. Boah. Nee, dit is ook wel... Het is wel indrukwekkend, die beest, hoor. Ja, dat wel, maar... Het is liever gewoon in wild. We worden echt de anti-teampark vloggers. Je kan alleen maar goor eten in zo'n park. Fucking smerig. Alleen maar vieze fastfood. Maar dan ook echt slecht. Beetje fastfood vind ik niet erg. Maar dan moet niet de frituur overdatum zijn. Zo'n vieze nat broodje. Ik denk ook overal naar schijt, dat iedereen kakt hier in zijn broek. We hebben laatst zien wat kan. Ja. We zijn binnengekomen. Ja, en nu? Ja, weet ik veel. Moeten we niet nog even personeelseten even fixen? Oh, dat is wel een goeie. Ik heb honger. Ja, ik heb ook wel honger. Ik heb wel zin in zo'n ranzige burger of zo. Ja, zullen we dat doen? Of een hotdog. Ja, maar dan gaan we gewoon naar... Kan hier. Oh, dat is wel leuk. Dat je dan naar een dolfijn zit te kijken en een vis zit te eten. Kibbeling. Nee. Hebben ze kibbeling hier? Jezus Christus. Dat is ook niet aan mijn aangedacht. Nou, dit is... Zie je waarom ik pretparken haat gewoon?
Hey man, hey. Jullie hebben personeelseten helemaal vergeten. Mag ik misschien een bakje kibbeling? Bakje kibbeling? Ja. Ah, je bent een held man. Ja. Super, dankjewel. Werk ze nog, hè? Yo. Deze dolfijn rukken, je hebt wat gaan ze aan eten voor ons, vind ik. Lekker zo'n stukje vis in het dolfinarium. Maar ook dat is paardenvlees op de manege te kopen. Dat is echt heel weird, hè, hoor. Is er nog iets wat op jouw bucketlist staat hier? Ja. Ik ben heel benieuwd naar de uitgang. Bram, het was een waterdicht plan. Met de voorspeling en de dolfinarium. We hebben niet eens iets toegezegd. We zijn toch wel een beetje van freestylen. Ja, we zeiden collega's in plaats van werken, want ze zeiden niks tegen ons. Ja, okay. Dus we hebben het toch echt wel een beetje ons eigen gemaakt. Ja. Het is gelukt. Ben je blij? Ik ben heel blij. Nee, heb je ook nog een dolfijn afgetrokken? Nee, maar ik heb wel een dolfijn gratis... heeft mij afgetrokken. Oh! Ja, fucking chill. Ik ga als kibbelingetje weten scoren, omdat ik zo hard had gewerkt. Ja. En dan krijg je dus gewoon gratis kibbeling hier. Oh, ja. Het wordt beloond, dus dat is leuk om te zien. En het is een mooi park, joh. Ja? Het is normaal. Echt niet normaal. Zulke grote bassins waar die beesten in leven. Ze hebben te royaal daar. Ze hebben het, ik denk, te goed. Volgende week komt de allerbeste gierengastenvideo ooit uit. Dit is insane. Dus zet het in je agenda. Wat zegt Bram nou eigenlijk? Bram zegt net, jongens, maar ja, jullie hebben alsnog een t-shirt gebruikt. Hou dat vast. Hey. Tot volgende week. Meer liken en abonneren. Mocht je de video echt leuk vinden, liken. Meer dan één keer. Like er op. Ja. Niet twee keer, want dan is die weer uit. Toch? Geen Instagram. Dus drie keer liken. Drie keer liken.